Goedenavond, welkom. Wat een intiem clubje vanavond. Ik heb een paar korte dingen te vertellen voordat we beginnen. Leuk dat jullie er zijn, allemaal. Ik heb een spiebriefje. Welkom in Koude Hout. Dit is mijn tweede concert hier in het auditorium van de strip. Het is altijd weer een uitdaging omdat het zo gepland is dat de mensen die op de strip werken heel makkelijk kunnen vinden. En het vrij toegankelijk is voor mensen die van ver komen. Dit is juist heel erg lastig omdat je onderhand een middag voor vrij moet nemen. Altijd een beetje compromis. Tweede concert. Ik heb de vorige keer wat meer muzikale reis langs verschillende muziekstijlen gedaan. Vanavond ga ik proberen een filmscript met jullie te delen. Over een uur korte film. 7 scènes. Dat liggen wat programma's. Ik zie dat jullie die gepakt hebben. Ik ga dadelijk per scène wel even vertellen waar we zitten in het verhaal. Maar het grootste stuk zal een beetje moeten afhangen van jullie eigen fantasie. Dus ik vul niet de details in, dat mogen jullie zelf. Maar er zit al een beetje lijn, een beetje script in het verhaal natuurlijk. In termen van huishoudelijke mededeling heb ik er slechts 3. Het krantcafé is open tot 8:00. Dat ligt heel graag daar. Die kant op. Dat is altijd even erg lastig. Het is tot 8:00 open, mocht je nog iets willen drinken, willen nakeuven. Er zijn wat cd's te koop na afloop. Dat is de merchandising die het bedrijf. Ik zal het wel klaarzetten als we klaar zijn. En ik heb een vriendelijk verzoek om na afloop van het concert bij het verlaten van de zaal niet te vergeten jullie mobiele telefoon weer aan te zetten. Een korte inleiding even voor het stuk. Het eerste hoofdstuk is Heroes Introduced. Daar ga ik de helden van het verhaal introduceren. Wie of wat dat zijn, laat ik hier aan jullie fantasie over. Maar er moeten in ieder verhaal helden zijn. Dus het eerste stuk van het concert gaat over de helden. Thank you.
Wat zijn de helden? Dat zijn de helden van het verhaal. Nou wil een goed verhaal, vooral een spannend film, dat er ook wat dissonante optreden hier en daar. Dus terwijl de helden met elkaar in gesprek zijn, komen ze erachter dat ze zowel een gemeenschappelijke vriend als een gemeenschappelijke vijand hebben, zonder dat ze dat van elkaar wisten. En die twee ga ik nu introduceren.